We zien allemaal dat we, als we zo doorgaan, dat de wereld een keer eindigt. Ik wil op dat vlak per se mijn bijdrage aan de wereld leveren. Op het vlak van duurzaam ondernemen. Wim Lereveld is 59 jaar en heeft na een succesvolle carrière als directeur van Walsh International, een farmaceutische uitgeverij, de Access to Medicine Index in het leven geroepen. Deze index legt de farmaceutische bedrijven langs de meetlat. Hiermee wil Lereveld de farmaceutische industrie in beweging brengen om ontwikkelingslanden van betaalbare medicijnen te voorzien. Ik was partner, directeur van Walsh International, op dat moment reeds een beursgenoteerde onderneming. De deuren gingen voor mij open, maar ik vond het niet bevredigend meer. Ik wilde per se mijn bijdrage aan de wereld leveren op het vlak van duurzaam ondernemen. Ik gooide het roer om, ik stopte. Ik ga me heel erg verdiepen in de materie, maar wat ga je dan precies doen? En in feite is 11 september het moment dat ik dat precies weet. 11 september zit ik in Den Haag bij een onderneming waar men praat over duurzaam ondernemen. Vlak voordat ik in een meeting ging, hoorde ik nog dat het Pentagon neer werd gehaald. Toen dacht ik nog, wat gebeurt hier in de wereld? En ik ga die meeting wel in, maar ik ga niet naar de man luisteren die straks van alles gaat vertellen. Die man die ging vertellen over scholen bouwen in Kenia. En binnen 2 minuten had die man mij te pakken. Die man liet zien wat het is als je een passie hebt. En wat het is als je voelt dat je bijdraagt aan deze wereld. De index is een publicatie van een lijst. Daar zitten hele diepgaande rapporten en analyses achter. Maar uiteindelijk is het maar een lijst van de 20 belangrijkste farmaceutische bedrijven ter wereld. In hoe zij handelen, gedetailleerd. In ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld op het gebied van prijzen, zijn ze bereid hun prijzen per land aan te passen. Zodat ook de armste beschikking hebben over aidsmedicijnen. Zijn ze bereid op een patente uitzondering te maken in een aantal landen die het zo verschrikkelijk hard nodig hebben. En je maakt dan een lijst wie daar het beste in scoort, dan heb je een relevante push voor die bedrijven. Na 2008, dat de eerste index uitkwam, is dit de index 2010. En hebben we al een slag gemaakt richting dat we willen meten, weten wat er op de grond gebeurt. Anders meet je iets hypothetisch en je moet meten wat er werkelijk daar gebeurt. Ik kan u een voorbeeld geven van Pfizer, dat trots aankondigde dat in een aantal ontwikkelingslanden hun prijzen voor aidsmedicijnen gehalveerd werden. En bij navraag bleek de Wereldgezondheidsorganisatie aan ons te melden dat zij weten dat de grote oorzaak op dat moment de lage score op de index was. Lereveld's huidige werk lijkt haaks te staan op zijn vroegere functie als uitgever van farmaceutische bladen. Is dit ook zo? Nou, je moet zien, ik wist zoveel van die farmaceutische industrie. Dus ik liet mij als het ware in dienst nemen van onze samenleving om meer bij die bedrijven vandaan te krijgen. En als zodanig staat dat haaks, ja. En dat is geen probleem? Ik denk dat iedereen in zijn leven leert hoe je steeds beter kan worden. En ik heb die ervaring die ik toen had, heb ik wel zeker heel hard nodig om nu zo heel effectief te kunnen zijn. In 2001 heeft die bedrijfstak had een enorme achterstand. Die hebben een enorme inhaalslag gemaakt. Prachtig als dat voor ze wat oplevert. Dat zij zelf zich beter ontwikkelen in die landen is wellicht goed voor hun eigen business. Maar waar het om gaat is dat we hiermee onze mensen, 2 miljard mensen in ontwikkelingslanden, daarmee van medicijnen kunnen voorzien. Die ook voor de opbouw van deze wereld van ongelooflijk belang is. Volgens mij ben ik er van kinds af aan mee bezig geweest met hoe wij in elkaar zitten en wat er hier aan de hand is. En ik koos als studie andragogie. Bestaat niet meer. Het stond niet echt met beide benen op de grond. Maar waar het om ging was, hoe kunnen wij onze maatschappij beter maken door vanuit dat bedrijfsleven te handelen. En op dat moment
dook ik in het werk om te zeggen, weet je wat, ik ga werken en ik ga daarbij studeren. Maar na verloop van jaren zie je toch dat dat bij mij begint te wringen. Ik voelde me niet gelukkig in het doorgaan op het pad van succes in het bedrijfsleven. Dat was voor mij niet voldoende. Ik moet zeggen, enige geluk voel ik nu dat mijn carrière nu is veel interessanter dan mijn carrière van toen. En dat kan ik nu zeggen, maar dat heb ik nooit gedacht dat ik dat niveau van geluk zou kunnen halen. Wim Lerenveld stopte met zijn goed betaalde baan en koos voor zijn idealen. Wat vond zijn gezin hiervan? Ik kreeg volledige medewerking van mijn vrouw. Omdat mijn vrouw wilde per se dat ik nu deed wat ik wilde. Dus zij vond het heel belangrijk, als je nou niet doet, zei ze, wat je vindt in het leven, dan doe je het nooit meer. Ik heb ervoor gekozen om een aantal jaren te zeggen, er komt geen inkomen. En blijkbaar kon ik me dat dan toch permitteren, nogmaals in een overeenstemming met mijn gezin. Maar het was voor mij een enorme mooi moment om te kunnen zeggen, nou zijn we zover en de zaak staat zo ver op poten dat ik gewoon mijn uren op een redelijke manier betaald krijg. De index wordt onder andere gefinancierd door de Bill & Melinda Gates Foundation. Hoe is dit tot stand gekomen? De index zou gepubliceerd gaan worden in 2008. En die kwam terecht in de Financial Times. Het waren twee artikelen meteen. Men who put drugmakers under the microscope. Ik vond dat een hele goede titel. Maar en dan maar afwachten hoe dat valt. En toen kwam Bill Gates twee maanden later in de Time Magazine een interview, How to Help Those Left Behind. Dit is een heel belangrijk moment geweest, dat Bill Gates opeens publiceerde over de index die we zojuist hadden wereldkundig hadden gemaakt. En dat was een moment dat ik dacht, nou gaat het leven in de wereld. Grote investeerders hielpen bij het tot stand komen van de index. Is deze dan wel volledig onafhankelijk? Als die bedrijven verkeerde informatie zouden geven, en ze weten dat maar al te goed, en dat zou uitkomen, dan zullen partijen om hen heen dat onmiddellijk erkennen en herkennen als, hey, daar hebben ze toch geen goede informatie gegeven. En als dat dan weer in het nieuws komt, ja, daar proberen die bedrijven ten alle tijde te vermijden. De dame die u op de foto ziet, dat is Margaret Chan, de secretaris-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ik ontmoette haar in Londen. Ik was daar uitgenodigd voor de Pacific Health Summit, een top van wereldgezondheidsleiders. Ik kreeg daar de gelegenheid om tijdens het diner een verhaal te houden. En na dat verhaal kreeg ik Margaret Chan te spreken. En toen zei ze tegen mij, meneer Lerenveld, u hoeft niet te vertellen wie u bent. Dat weet ik. Ik ken deze Access to Medicine Index. Ik vind dat u een heel belangrijk project doet. En tenslotte, what gets measured, gets done. En dat betekent wat gemeten wordt, dat gebeurt ook. Je kan je voorstellen dat ik daar redelijk trots op sta. Nou, die trotsheid is nog steeds het geval. Ja, dat ben ik daar.